GS1 kan u helpen met de identificatie van producten in de gezondheidszorg. Maar hoe? Of u nu een leverancier of zorginstelling bent. Met GS1-standaarden spreekt u één taal. Eén taal om te identificeren. Zo weet iedereen dat producten van u zijn. Eén taal om vast te leggen. Of het nu gaat om een GS1-datamatrix, RFID of een streepjescode. Eén taal om informatie te delen, bijvoorbeeld over productkenmerken zoals de maat. Of het materiaal van het product. GS1 is een aangewezen organisatie voor het uitgeven van identificatienummers voor producten in de gezondheidszorg. Want om uw producten traceerbaar te maken, is wereldwijde unieke identificatie onmisbaar. Met GS1-standaarden kunt u voldoen aan de eisen van de verschillende wet en regelgeving. De nieuwe Europese wet Medical Device Regulation vraagt om unieke identificatie op alle medische hulpmiddelen. Een GS1-artikelcode. Samen met production identifiers. Vormen de unieke identificatie ofwel de unique device identifier. En om de UDI op het product weer te geven, wordt een GS1 datamatrix of een GS1 128 gebruikt. Ook vraagt de MDR om de basic UDI-DI. Hiermee wordt een productmodel of productfamilie geïdentificeerd. Waarom allemaal? Patiëntveiligheid. Zo is bijvoorbeeld een geïmplementeerde heup met een defect snel te traceren. Maar ook voor een efficiënt voorraadbeheer. En door de expiratiedatum in de barcode kun je bijvoorbeeld verspilling van producten tegengaan. GS1 is onderdeel van een wereldwijde organisatie. Wij zijn neutraal, onafhankelijk en not for profit. GS1 is de aangewezen partij die u graag helpt bij de implementatie van de UDI, de Basic UDI-DI, het gebruik van barcodes en het uitwisselen van productdata. Wilt u meer informatie? Mail ons of kijk op onze website.